Welkom bij de 8e fase van transformatie, van het groeiproces. Relaties, het gezin en groepservaringen veranderen radicaal. Nu voel je hoe nauw individueel en collectief bewustzijn met elkaar samenhangen. En je kent jezelf als een persoonlijk ik en als een collectief wij. Je voelt hoe jij en anderen elkaars leven beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat je verantwoordelijkheid neemt voor je daden en gedachten als manier om iets goeds te doen voor anderen. Je hoeft er niet meer aan te denken dat je de gouden regel toepast, want het is pijnlijk als je dat gewoon niet doet. Je bent toleranter, menslievender, je ziet overeenkomsten tussen mensen. En je kunt verschillen zien als interessant en waardevol. Je werkt met anderen samen vanuit een gevoel van broederschap en verwantschap. Je beschouwt je relaties als aspecten van jezelf en je bent in staat om je vrijheid te geven en te ontvangen. Al naar gelang de flow van je vraagt. Dit heeft een diepe uitwerking op je gevoel van overvloed en op de voorziening in je behoeften, want je weet dat je hulp krijgt en dat anderen jouw hulp nodig hebben. Je ontwikkelt een nieuw inzicht in de energieën van yin en yang, oftewel ontvankelijkheid en daadkracht, en van de linker en de rechter hersenhelft. Je brengt jezelf in balans door een gelijkwaardige ontwikkeling van ontvankelijke, intuïtieve en onderzoekende kant en je actieve, zich concentrerende, creatieve kant, zodat je perceptie soepel en creatiever is en zich voortdurend kan vernieuwen. Wanneer je de balans begrijpt tussen yin en yang kant van bewustzijn en energie, ga je parallellen ontdekken tussen je eigenschappen en de man- en vrouw dynamiek in relaties. Je krijgt een nieuw besef van wat er mogelijk is in een relatie tussen twee innerlijke, in evenwicht zijnde mensen en je ontdekt voor beide geslachten een nieuwe manier om met elkaar om te gaan. Je gaat veel rustiger en met veel meer compassie om met het aangaan en beëindigen van relaties, want je begrijpt wat de bedoeling van de ziel is in een relatie. Je kunt je regelmatig overweldigend voelen door de grootheid van liefde. Je kunt een ruimere kijk krijgen op een huwelijk, het gezin, teamwork, organisaties of zelfs op internationale politiek. Er kan sprake zijn van samenwerking, kruisbestuiving, delen, omkering van rollen en een verandering van het winstoogmerk, samen met een verbreding van een nieuwe vorm van samenwerken, netwerken en globalisering. Je bent op een authentieke manier jezelf, zonder dat je daar je best voor hoeft te doen. Tegelijk kun je je in ieder team voegen naar de groepsgeest en tot complexere, completere antwoorden, vernieuwingen en vreugdevolle sociale ervaringen komen. Je leert om je persoonlijke trillingsfrequentie in overeenstemming te brengen met anderen, met groepen, plaatsen, tijdsperiodes en bewustzijndimensies, zodat je inzicht en je wijsheid enorm toenemen. Dit zorgt ervoor dat je daadwerkelijk contact kunt maken met niet-fysieke wezens, spirituele raadgevers, zielsverwanten en overledenen. Je raakt gedreven in wat altijd al paranormale of bovennatuurlijke gaven is beschouwd die gebruik maken van verbinding en resonantie, zoals telepathie, teleportatie, helderziendheid, spiritueel genezing en psychokinese, oftewel voorwerpen verplaatsen met gedachten. Dit is dus fase 8 en dan hebben we nog fase 9, dat is de laatste fase van transformatie. Die zal ik in een ander filmpje nog bespreken. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. Je mag het filmpje liken, delen en je mag je abonneren. Tot de volgende keer. Namaste.